Yo, wat is dat mensen? Welkom bij weer een nieuwe video hier op mijn kanaal. Vandaag gaan we het hebben over het nieuwe kanaal wat ik heb op YouTube en het nieuwe kanaal wat ik heb op Twitch. Voor sommigen was het misschien al duidelijk dat ik een Twitch kanaal had en dat ik daar wel eens op livestreamde. De laatste tijd ben ik steeds meer aan het livestreamen, dus volg mij op mijn Twitch kanaal. Dit is mijn Twitch kanaal. Dit, zo, ja, ja, hij staat er. Als jullie mij nu allemaal gaan volgen op mijn Twitch kanaal, helemaal toppie. Volg me gewoon lekker op Twitch en dan ben je weer op de hoogte van livestreams, etc. En wat je dan ook meteen even moet doen is dit. Je gaat naar twitch.tv/... Oh shit, ik moet het zelf nog even intypen. Je gaat naar twitch.tv/ozoyoutube. En dan ga je gewoon om in te klikken. En dan wacht je gewoon totdat dit allemaal goed is. Wat je dan gaat doen is bij mijn kanaal instellen dat je meldingen krijgt. Dus je krijgt een melding wanneer ik live ga. En dat is gewoon altijd handig. Dus zet dat aan. Dan zijn we allemaal weer heel blij. En dat is helemaal top. Het tweede puntje van vandaag is een nieuw kanaal. Wat heet op dit moment nog Gele Hond. Ik weet niet. Ik kan de naam niet echt veranderen. Dat is trouwens ook mijn teamnaam. Zodoende dat ik het Gele Hond genoemd heb. Op dat kanaal ga ik highlights doen van de livestreams die ik doe op Twitch. En ook ga ik daar van gekke spelletjes maar wat gekke hoogtepunten uithalen. En wordt het gewoon een game kanaaltje. Vooral gaming. Ja, laten we het daarop houden. En misschien wordt het zelfs nog wel Engelstalig. Iets. Het is een ander soort kanaal wat ik nu heb dan met Ozo trouwens. Ik check nu deze Ozo. Ik zit al op mijn pagina Ozo in mijn laatste video is alweer een week geleden. Ja, die Snapking is verwijderd. Er zit wel een reden achter, maar dat is allemaal even iets voor een andere keer. Ook zagen jullie waarschijnlijk misschien wel dat de livestream die ik voor vanavond ingepland was verwijderd is. Dus zeg maar weggehaald is van YouTube. Daar heeft een reden. Ik ga vanavond live op twitch.tv/ozoyoutube. Dus gaan we allemaal volgen op Twitch. Gaan we allemaal even bekijken op Twitch. En ja, dan wordt het helemaal top. Ik ga denk live tegen een uurtje of 7:30 en dan doen we gewoon even een uurtje. Of nee, uurtje. 8:30 denk ik. Uurtje, niet te lang. En ja, nou, dat is misschien wel even leuk. Dus als je mij gaat volgen, dan ben ik weer helemaal blij. Dus punt 1, een nieuw YouTube kanaal. Punt 2, een Twitch kanaal. Als je me op allebei gewoon lekker gaat volgen, dan ben ik wel hartstikke blij. De twee linkjes staan hier beneden in de beschrijving. Dus als je me daarop volgt, hey, toppie. En dan hoop ik jullie weer te zien bij een nieuwe video hier op mijn kanaal. En volgende filmpjes zijn weer wat anders. Anderssoortig. Ik ben mijn inspiratie een beetje kwijt voor een YouTube video. Maar binnenkort komt er weer een nieuwe YouTube video. Dus tot de volgende keer. En mazzel.